Beste ouders, lieve Ine, ik schrijf dit uit, la cortine. En dat was lachen onder het eten. Onze generaal is door een slang gebeten. Stikt hier van de wilde dieren. Een van onze officieren. En zeker de Arnoud, Dendermonde. Daarvan hebben ze alleen zijn bril gevonden. Ik krijg strakjes weer visite van een hele troep muskieten. Zeven jongens, lieve moeder, zijn finaal vergiftigd door die insectenpoeder. Je kan niemand hier vertrouwen. Zijn het rode, zijn het blauwe. En de Fransen staan te blaren, want die zien ons aan voor Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder schieten, met een losse vlodder en nog meer. Dat volgens de majoor ons straks de pas komt op kantoor. Elke avond gaan we gokken met de dorpelingen knokken. En daarna hebben we het allemaal heel fijn in het hospitaal. Ik ben nou een kettingroker. Ik speel heel goed vals met poker. Ik zit hartstikke vol littekens. En ik slaap met een pistool onder mijn dekens. Daarom ouders, lieve Ine, ik zit nu 1 week in La Cortine. Maar ik kan je nu al schrijven, ik zou hier best mijn hele leven willen blijven.